En hallo allemaal! Oeh, dat was weer een eigen... En hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe episode van Factorio. Oké, ik stop al. En wat ik vandaag wil gaan doen is een dingetje wat waarschijnlijk al 2 miljoen mensen voor me hebben gedaan in Factorio, maar ik heb het redelijk recent ontdekt voor mezelf, dus ik kan het mijn eigen uitvinding. Het is een rotonde met spoor. Wat het doet is, nu komen hier alle treinen. En die kunnen er maar één kant op. Nou, dan is dat niet zo erg, want ze kunnen hier gewoon ernaast. Maar zeg, ik wil hier... Oké, het is niet het beste voorbeeld wat ik heb. Maar zeg, ze willen bijvoorbeeld een andere kant op. Dan is het chill om een rotonde te hebben. Dus dat ga ik dus doen. Jij weg. Zo. Dus, wat je dan doet is... Wat je doet is eigenlijk gewoon een rondje maken. Het is niet dat speciaal. Maar het is redelijk chill om te hebben. Want je kunt gewoon meerdere kanten op met één spoor. En aangezien de treinen zelf pathfinding hebben. Even zorgen dat de rotatie goed staat. Daar ergens. Dat. En het helpt als je hier een gaatje hebt. Dus dat je expres hem niet helemaal rond maakt. Oh. Dat hoort bij design. Daardoor wordt het een stuk beter. Want normaal maak ik deze rondjes zo klein mogelijk. Maar in dit geval is het een beetje een rare vorm. Wat je doet is, voordat je in de cirkel komt, plaats je een signaal. Wait, was dat Skype? Oeps. Wait, wat? Niet zorgen. Wait, hoezo belt mijn Skype uit zichzelf? Uh-oh. Wat? Oké. Sorry, afgeleid. Oeps. Dus je plaatst voor de rotonde er één. En bij elke output, dus elke afslag van de rotonde, plaats je er één. Dus die kant. Zorg wel dat de pijltjes goed staan. Pijltjes. Dan die. En als die geel knippert, dan doe je iets fout met de signalen. En wat je dus nu doet, is in elke hoek... Nee, hij pakt hem niet. Dus als hij dit doet, dan heeft hij hem niet gepakt. Dan moet je hem eentje verder plaatsen. Dan pakt hij... Of omdat nu een rondje is dat hij hem niet pakt. Maar in theorie heb je één zo'n scheef plekje. Ja, je moet ze allemaal... Ja. Ja, nu pakt hij hem wel. Een rondje, dan pakt hij hem niet. Als je hem in de 4 hoeken neerdoet. Ja, ze doen het alle 4. Dan kun je dus maximaal 4 treinen in je rotonde hebben. En ik ben erachter gekomen dat het best wel goed werkt, dit systeem. Signalen zijn niet helemaal gemaakt voor rondjes, maar dit werkt 9 van 10 keer goed. Dus, there you go. Afgeleid, sorry. Dus de trein komt hier binnen en gaat nog steeds dezelfde kant op. Dus voor de trein zelf is er nu niks veranderd, maar zeg ik wil die kant op gaan. Niet dat ik dat wil, aangezien er hier zoveel enemies zijn. Maar zeg ik zou dat willen, dan kun je heel makkelijk met het spoor. Kun je er heel makkelijk een aftakking van maken. En weer op deze terugkomen, zolang je maar dezelfde rotatie aanhoudt. Dus ik heb hier gekozen om met de klok mee te gaan. Dus je kan hier een aftakking maken en er hier weer op terugkomen. En het werkt eigenlijk heel chill, kom ik achter. Ik heb in mijn singleplayer, wat ik op stage altijd meespeel. Dus niet zeggen tegen mijn stagebegeleider. Maar dat. Ja, is het best een chill rondje. En zoals je ziet, als hij rood is, dat betekent dat hij niet iemand erin mag. En dit stukje, dus dit stukje en dat stukje, die zijn groen, dus daar kunnen ze gewoon overheen rijden. Ik vind echt treinen zo chill. Dus hier rood, want er zit een trein in. Dit stukje is rood, want er zit hier een trein in. Het werkt redelijk goed, als je mij vraagt. Hoe je trouwens wissels kan besturen, voor mij heb ik dit ook nog niet uitgelegd. Ik ben echt heel veel aan het uitleggen nu, maar ten goede. Als je nu naar links met je pijltjes doet, dan gaat hij naar links. Oh, dan moet ik iets eerder doen. Dus je moet altijd denken, de trein gaat naar voren. Dus als ik nu links spam... Oké, dit deed het eerder. Doe ik dit verkeerd? Oké, dit doe ik verkeerd. Is rechts een afslaan en links? Ik weet niet meer. Ik heb geen idee. Voor mij werkte dit eerder. Als je
Misschien omdat we nu te dichtbij zijn. Dus als ik nu naar links spam, dus dat is afslaan. Nee. Oké. Het zal wel. Eerder voor mij werkte dit. Segment, frontrail, backrail, whatever. Het zal wel. Ik eerst uitstappen. Veilig staan op afstand. Dan besturen. Dan zeggen ga veel plezier ermee. Dus hoe gaat het met jullie ijzer? Mooi. Kon ik nou nog een extra trein maken? Ik heb meer motorsegmenten nodig. Oh ja. Daar was ik eens mee bezig toen. Oepsie. Even een paar dode bomen weghalen. Niet dat ik daar ooit tegenaan rij, maar hè, preventief. Waar staat mijn auto? Zonder grap. God dang it. Ben ik weer mijn auto kwijt. Even kijken. Voor de mensen die trouwens momenteel in de stream kijken of net zeggen joined. Sorry, ik ben momenteel eventjes aan het opnemen. Ik kom straks weer voor jullie terug. Oké. Zoals ik al zei, dit is een spoiler stream. Voor de mensen die de stream kijken. Oké. Dus. Ik ga eventjes hierheen. Het gaat niet heel verkeerd. Het is alleen een beetje jammer dat er zoveel steen in zit. Maar als ik hier iets ijzerplaten in doe. Oh ja, wacht, we hebben helemaal geen ijzer meer. Laat maar, dit wordt puur steen en koper. Ik hou gewoon. Hoewel, er zit nog een klein beetje ijzer in. Dus als ik hier ijzer in doe, een klein beetje. Dan vult hij me zo goed eens bij en doet hij sneller dan dat hij hem kan legen. Mooi. Dat werkt. Dus. Hoe gaat het met jou? 15, dat is precies het aantal wat ik nodig had voor een nieuwe. Alsof het toeval is. Oh wacht, dat is het ook. Nou, dat past in mijn inventory. Perfect. Joink. Dus, nieuwe trein. Eventjes op het zijspoor plaatsen. Waar ga jij heen? Oh, eerst viewen. Oeh, dat gaat trouwens. Hoe lang gaat het goed met die ander? Voor mij zijn ze best zuinig. Voor wat zuinig inhoudt. Wat jij gaat doen is Iron Outputs 1. Daar besteed jij 20 seconden. En dan naar Main Base. En daar besteed jij 15 seconden. Ik stap eventjes in. En zeg start. Dus. Beetje raar om een aftakking te hebben voor het standaard ding. Maar oké. Dus hij gaat nu naar ijzer. Iron Outpost 1. Wordt gevuld. Perfect. Letterlijk perfect. Mijn ijzerproductie kan het amper bijhouden. Waarschijnlijk zijn daar ergens fouten. Maar daar kom ik straks wel terug. Optimalisatie, dat doe ik gewoon lekker in de stream. En dan, hoe vol zit hij? 107, oké. Ik denk dat ik hier ook een rotonde van ga maken. Dus hij gaat lekker rechtdoor, lekker doorracen. Remt alvast af. Ziet van hey, hij staat op rood, dus ik mag niet in dit segment komen. Segment is leeg, hij mag erin. En als het goed is, pakt hij alle ijzer die hij nodig heeft. Ik kan het net niet zien, maar hier kan ik wel zien. Omdat er maar één ijzer is die een leeg haalt, gaat hij uiteindelijk vol zitten met ijzer. Denk ik. Ja, oké. Dus dat gaan we eventjes fixen. Zo. Jammer dat we dat niet kunnen sliden zoals in Minecraft, maar oké. Ik bedoel, dit is niet Minecraft. Wat moet ik klagen? Wat heb ik te klagen? Hoppakee. Ik hoop dat dit goed gaat. Denk het wel. Omdat dit een normale afstand is. Als je hem diagonaal zet, kun je hem echt gigantisch snel laten gaan. Maar dit gaat uiteindelijk mis omdat we niet genoeg staalproductie hebben, denk ik. We gaan het zien. Misschien dat we hem bij de main base gewoon op 10 zetten. Dan kan het niet misgaan. Hoop ik. Maar ik zag nog een tweede fout. Jij gaat daar, hoppakee. Oh, dit is niet bepaald mijn weg. Yep. Miep, 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 miep. Oh, dat was bijna een toren. Sorry, toren. Ik had je wel gezien, ik ben pro. Enter. Oké. Dus, ijzer gaat hier maximale snelheid. Alleen, het ziet er niet uit alsof hij maximale snelheid gaat. Ijzer stopt hier.
Waarom? Oh, oké. Okay. Ik heb dit één blok te vroeg gedaan. Oeps. Joink. Oh, fuck. Nu heb ik de joink. Dat krijg ik heel moeilijk uit mijn systeem. Dank je. Zo. Zo. Zo, zo. Ik had wel verwacht dat hij het had kunnen pakken. Maar oké, het werkte ook. Een soort van. Ach ja, het werkt. Eens even kijken. Ja. Ik denk dat we gewoon upgraden met de furnaces moeten doen. Dat kost staal en baksteen. Oké. Dan ga ik deze dingetjes upgraden in de stream. Ga ik weer gezellig meestreamen. Ga ik weer gezellig doen met de stream. Dus voor nu, voor deze episode. Ik weet niet hoe lang deze episode duurt nu. Oepsie, ik heb niet getimed. En natuurlijk de OBS tijd klopt niet meer met mijn episode tijd. Oepsie, oh. Oké, oranje betekent dus dat, dat je moet oppassen. Wauw, dat leerde ik bijna de hard way. Dus ik zeg voor nu, bedankt voor het kijken naar deze episode. Laat een like achter als je het leuk vond, want dan ga ik vaker uploaden. En dan zie ik jullie gewoon weer de volgende keer. Dat ging bijna dood. Misschien dat ik toch maar een rotonde daar hierboven in ga maken. Maar dat ga ik ook in de stream doen. Dus doei doei!